Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wat meer bewolking boven het zuidoosten en ook hier en daar boven de Noordzee. En in de strook van Zeeland naar Drenthe is het vrij zonnig. En dat weerbeeld houden we vanochtend zo. De meeste wolken dus langs de noordkust en in het zuidoosten. Zeer lokaal kan ook een spatje vallen. Op de meeste plaatsen is het droog en in de rest van het land zijn er flinke zonnige perioden. Vanmiddag wordt het allemaal iets eerlijker verdeeld. Ook dan dus een flinke zonnige periode en een aantal wolkenvelden. En zeer lokaal misschien een buitje, maar ik zou de paraplu thuis laten. Het wordt 20 tot 24, lokaal 25 graden. Vanavond temperatuur rond de 20 graden, dan langs de noordkust misschien een lokaal spatje. Dat kan trouwens ook komende nacht gebeuren, maar morgen overdag is het weer op de meeste plaatsen droog en hebben we opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De wind is naar het noordwesten gedraaid, daardoor wordt het iets minder warm dan vandaag. 19 tot 22 graden. Vrijdag is het lange tijd droog met hooguit een lokaal buitje, maar in de avonduren neemt de kans op regen toe. Het wordt nog wel 19 tot 22 graden. Vanaf zaterdag breekt een periode aan met vaker buien. En dan gaat de temperatuur wat naar beneden, komt uiteindelijk rond 19 graden te liggen. Frisjes dus. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.